Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En het is vakantietijd, dus we hebben extra veel Q-Time. Dus waarom niet gewoon naar de vakantieschool van de papegaaitjes gaan? Dat kan en tante Fenne van de papegaaitjesschool is hier en ze gaat ons daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi tante Fenne. Hallo. Hoe gaat het met je? Het gaat beter. Dat is goed. Laat het zo houden. De papegaaitjes is weer bezig. We proberen altijd bezig te zijn. Mm-hmm. Ja, we doen ons best. Oké, want jullie hebben de vakantieschool dit jaar weer. Yes. En ik heb het schema gezien en het wordt weer een hele geweldige periode voor de kinderen. Maar misschien mag jij of nee, misschien kan jij me er gewoon alles over vertellen. Nou, we zijn vorig jaar begonnen met de vakantieschool omdat er ouders hadden gevraagd. Dus hebben we geprobeerd en het is goed afgelopen. Dit schooljaar zouden we het niet meer doen, gezien het gewoon even druk is op de papegaaitjes. Maar ouders hebben gebeld en hebben gevraagd als we het weer willen doen. Dus heb ik besloten met mijn team om toch nog 3 weken vakantieschool aan te bieden. Oké. Wat gaan jullie dit jaar doen? Want vertel me een beetje, laat me, ik ben een kindje die ook thuis kijkt. Ja. En mijn moeder zit vlak hier naast me met haar pinpas en haar geld. En ze wil dat ik iets moet doen deze vakantie. Wat gaat er gebeuren? Oké, op de vakantieschool pakken we thema's die heel erg aanslaat bij kinderen. Bijvoorbeeld papakas. Mm-hmm. Welke kind vindt papakas niet leuk? Het is iets dat ik zelf als kind heb meegemaakt. En het is me tot nu toe bijgebleven. Dus dat starten we mee. We hebben Little Chef Day, waar ze pannenkoeken bakken en gaan versieren. Dat vinden ze echt geweldig. Gaan ze het zelf bakken? Of? Onder begeleiding van ons natuurlijk. Daar mogen ze het versieren met alle soorten versiermiddelen. En we hebben een pyjama party, afsluitend. En nog veel andere activiteiten. Okay, dus het wordt een hele spannende, of het worden 3 spannende weken voor de kids. Yes. Wat we ook hebben opgemerkt is dat veel ouders behoefte hebben. En dat wij zijn specialist in het trainen van onze kinderen om ze zindelijk te maken. En veel ouders hebben ons ook gevraagd om daarin ook te helpen. Want de meeste kinderen die bij ons komen, zijn ook kinderen die naar de kleuterschool gaan en niet zindelijk zijn. Dus dan brengen ze hun kinderen en in 3 weken tijd, meestal lukt het ons om die kinderen zindelijk te maken. Om te helpen of op gang te zetten en de ouders krijgen dan tips mee. Dus dat is ook iets weer dat in ons programma is gekomen. Oké, dus los van entertainment zijn we ook nog steeds educatief bezig. Ja. Oké. Ik heb de flyer gezien en er is een age limit aan toegevoegd. Jawel. Dus wat moet ik doen? Want stel, mijn kindje zit niet op de papegaaitjes of nog niet. Kan mijn kind nog steeds meedoen? Yes. Alle kinderen zijn welkom van de papegaaitjes en buiten de papegaaitjes. Enige voorwaarde is dat ze rond de 2 moeten zijn tot 12 jaar oud. Dus dat is onze doelgroep altijd geweest. Mm-hmm. En de ouders moeten zich gewoon aanmelden bij de administratie of via WhatsApp. En de gegevens van de kinderen doorsturen. En dan komt het kindje op een lijst. Okay. Op onze lijst, sorry. Is er een deadline? Ja, eind van de maand. Dus de laatste dag van augustus. Want we beginnen 2 september. En dan zijn we meestal dan al heel druk bezig. Oké. Dit is natuurlijk niet gratis, je moet er iets voor betalen. Hoeveel kost het om mee te doen? Tussen 7:30, dus 6:15 tot 2:00 is het €14,50. Okay. En tot 5:00 is het €19,50, inclusief een warme maaltijd. En dan wordt uw kind dan ook gebaat, opgefrist bij onze crèche. En krijgen ze een warme maaltijd, dus dan gaat de zorg daar verder. Mm-hmm. Ja. Oké, dus nu hoor ik net iets dat je eigenlijk 2D, er zijn 2 pakketten die jullie aanbieden. Dus het eerste, wat houdt het eerste pakket precies in en het tweede pakket? Het eerste pakket houdt in dat we ze op school bij ons opvangen. Van ongeveer de meeste ouders zeggen dat ze 5:45 al daar zullen zijn. Tot 2:00 en daar hebben we dus les, we gaan de thema's uitvoeren. Maar het pakket tot 5:00 is voor ouders die misschien nog niet klaar zijn met werken en die nog meer tijd en ruimte nodig hebben om hun kinderen op te halen. Dus dan worden de kinderen vervoerd van onze peuterschool en kleuterschool naar de Vulkanenstraat, naar onze kinderdagverblijf, waar ze gaan douchen, dus baden. Warme maaltijd gaan genieten, een beetje gaan rusten en wachten op hun ouders. Dus om even af te koelen. Na alle intense activiteiten gaan we echt rustig worden. Meestal zijn ze ook al moe en je moet niet te veel aan een kind willen geven. Mm-hmm.
Als je terugblik zou doen naar vorig jaar, toen jullie voor het eerst hebben gedaan. Ja. Wat is iets wat je echt is bijgebleven? Waarvan je denkt van, hey, nee. Hoe we nu dit jaar het weer gaan doen, kijk ik er echt naar uit om dit weer te zien in de kindjes. De band die je met de kinderen opbouwt. Mm-hmm. Want ik was schoolbuschauffeuse in de vakantie. Dus ik vervoerde ze van de Kopanamestraat naar de Vulkanenstraat. En elke dag moesten we zingen in de bus. Mm-hmm. En aan het eind was het voor mij ook moeilijk om ze te groeten, om ze gedag te zetten. Mm-hmm. Maar ik heb ook heel veel kinderen overgehouden die toch ook naar school bij ons zijn geweest. Oh. Dus nog steeds daar ook zijn. Dus de band die je opbouwt met de kinderen. En de laatste dag dat het echt zwaar is. Dat je gewoon weet, ik zie ze niet meer. Oh. Ja, dus dat blijft me wel bij. Oké, okay, nou, je krijgt straks een nieuwe badge aan kinderen. Ja, ja. Dus dan kunnen jullie weer zingen in de bus. Ja. Het klinkt voor mij als ik een ouder zou zijn, als een ideaal plan om je kindjes te sturen naar dit evenement. Dat is een keuze aan de ouder, mm-hmm. Ja. Is, als nu iemand kijkt, hebben ze, waar moeten ze, want je zegt ze kunnen appen, waar moeten ze precies appen naartoe? Naar ons nummer op 853-9914. Of ze mogen elke dag, dus elke werkdag, langslopen aan de Kopanamestraat tussen 8 en 2. Oké, okay, prima. En even voor de duidelijkheid hoor. Je gaf aan, dus als je het van 6:15 tot 2 blijft, dan word je gehaald. Naar het werk ga je naar huis. Maar blijf je tot 5:00, dan krijg je een warme maaltijd. Tussen 6:15 en 2, mm-hmm. Moet ik dan mijn tasje vullen met alle koekjes, snacks en everything? Ja, dat... Je krijgt niet deze... Drinken gaan ze wel krijgen, een snack van ons. Maar mm-hmm. Ik vraag de ouders altijd om toch wat mee te sturen. Omdat wat ze aan van ons krijgen is gewoon extra. Mm. Dus drinken zullen ze krijgen, stroop, water. We gaan ze niet zo laten. Mm-hmm. Maar het is als een schooltje. Daar hebben we de mogelijkheden niet om te koken of mm-hmm. om eten klaar te maken. Het is echt als een school. Dus daar vragen we de ouders om wat mee te sturen. Oké, okay. Nee. To me, it sounds perfectly well. Je zit er zo zenuwachtig bij, maar ik zou het niet doen. Want it seems like you have everything unlocked. Dus het enige... Ik doe mijn best. Ja, dat gaat je lukken, mevrouw. Of tante Fenne, moest ik zeggen. Gaat je zeker weten lukken. Dus ik denk, tenminste, ik hoop dat alle kinderen die nu zitten te kijken, of alle mama's en papa's die nog niet weten wat ze met hun kinderen moeten doen, dat ze zich gewoon inschrijven. Ja. Iets wat ik vergeten ben om te vragen is, wanneer is het precies? Vanaf wanneer tot wanneer? Van 2 september tot 22 september. Als ik het goed heb. Dus de drie eerste weken in september. Okay. En stel, ik wil maar een weekje. Of ik wil maar de laatste 2 weken. Of kan dat ook? Ja, dat kan ook in overleg. Want we hebben wel een paar op de lijst die een week of 2 afnemen. Dat mag in overleg. Okay. We raden het niet aan natuurlijk, maar het mag. Nee, helemaal prima. Ik ben enthousiast voor de kindertjes. En ik hoop dat iedereen denkt van, ik weet nog niet wat ik moet doen met mijn kind. Of wat voor activiteiten er zijn. Dat ze kijken hiernaar en zeggen van, hey, ik heb snel mijn kindje haar naam of zijn naam. En ik weet zeker dat ze een goede vakantieschool tegemoet gaan. Zeer zeker. Tante Fenne. Ja. Ik wil je bedanken voor het komen. Graag. Ik wil je heel veel succes wensen met alles. En alle kindertjes die komen met een prachtige, geweldige tijd tegemoet gaan. Zeer zeker. We doen ons best. Gaat lukken. Niet alleen je best doen. Vertrouw dat het gewoon gaat lukken. You got this. Yes. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Tante Fenne van de Papagaatjes bij ons in de studio. En deze vakantie hebben ze weer de Papagaatjes vakantieschool. En ze hebben 2 leuke pakketten. Dus als je thuis bent en denkt van, ik weet niet wat ik met mijn kindje moet doen. Wacht niet langer. App jouw kindje haar naam of zijn naam meteen. Want vanaf 2 september tot en met 22 september is de vakantieschool. Vanaf 6:15 morgens kan je kindje achterlaten. En ze hebben een dag vol educatieve activiteiten. Ze gaan leren koken. Ze hebben de pajama party. Ze gaan knutselen. Als ze nog niet zindelijk zijn, gaan de papegaaitjes daarbij helpen. Ze gaan connecties maken. Ze gaan vrienden maken. Het wordt voor jou een prettige tijd. Maar voor de kindjes een amazing time. Die ze zeker weten niet wil ontnemen. Dus wacht niet langer. Geef je kindje op. De vakantieschool van de papegaaitjes komt eraan. En jouw kindje gaat daar zijn. En remember, your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.